Marianne, welkom. Hallo. Ja, je hebt iets leuks bedacht, iets speciaals, juist in deze tijd. Wat is dat eigenlijk? Ik kan het deels natuurlijk laten zien en vertellen, want we hebben ook beeld. Ja. Ja, we hebben daar een camera. Je hebt iets voor je liggen. Kun je het eens laten zien? Ja, die camera daar. Kijk, het is een mondkapje. Mondkapjes, die kun je opdoen. Mm-hmm. En dan kun je, als het goed is, toch wat veiliger naar buiten. Of als je toch naar de supermarkt moet of naar andere plekken, dat je misschien toch net iets meer jezelf kunt beschermen. Ja, want het lijkt gewoon een normaal mondkapje. Maar dat is het volgens mij niet. Nou, het lijkt voor mij niet per se een normaal mondkapje. Tenminste, je hebt vanaf deze kant wel. Mag ik er eentje pakken van je? Jazeker. Bijvoorbeeld die. Dit lijkt net een kinderonderbroek, man. Hè? Ja, hoe is die pakt wel, ja. Ik kan het proberen. Kunnen laten zien. Oké, nou. Hup. Het is er eentje, zo'n kinderplastic is wel wat groot. Als je dat nou voor je voorstelt, dan wordt het heel raar. Maar ik heb hem even voorgedaan. Ja, heel mooi. Via de webcam kun je meekijken. Maar waar is dit van gemaakt? Dat is het kindermodel. Dus die heeft mijn zoontje opgehaald. Hij is al wel in de was geweest. Dus als het goed is, word je nu niet besmet. Kan iemand even een foto hiervoor maken voor in de groepsapp? Nou, kinderen zijn minder besmettelijk, denk ik. Hè? Oh, ja. Dus daar gaan we er maar vanuit. Ja, dat scheelt. Waar maak je dit dan van? Mijn moeder heeft me meegeholpen en zij had nog heel veel stoffen thuis liggen. Dus ik heb haar gevraagd, wil je alsjeblieft wat dingen maken? Want ik wil graag proberen wat dat doet. En ook om te kijken op straat hoe mensen daarop reageren. Ja. Want ik vond het vorige week heel gek dat ik niemand eigenlijk buiten zag met bescherming. En ik vroeg me ook vooral af, deels als raadslid en deels denk ik ook, ik heb psychologie gestudeerd, dus in die zin als gedragswetenschapper, van wat doen we met bewustwording? Want ik merkte dat mensen op straat dachten, ach, om me heen zie ik helemaal geen gekke dingen, dus het is gewoon normaal allemaal. Uh-huh. Dus dat was ook wel een insteek. Wij waren zelf naar Oostenrijk op vakantie geweest. Dus ik twijfelde ook, mag ik nog naar buiten, ja of nee? Ik voelde me niet ziek. Mijn zoontje had wel een dag koorts gehad, maar ja, wat is dat dan? Dus ik dacht, als ik wel naar buiten ga, dan wil ik een mondkapje op kunnen doen als we naar de supermarkt gaan. En misschien ook vaker opdoen om mensen bewuster te maken buiten. Dus jij draagt deze als je naar de supermarkt gaat? Of een van de volwassen modellen? Want ik heb nu een kindermodel op mijn hoofd. Ja, ik heb deze opgehad van de week. En het was wel bijzonder om te merken, eerst al op straat, dat mensen wat meer afstand houden. Dat je eigenlijk iedereen ook wel ziet kijken van, wat is dit? Is ze ziek? Of wat gebeurt er? Dat tenminste was mijn invulling. En ik had het idee dat je daardoor wel meehelpt ook aan bewustwording van, het is echt serieus, mensen. Ja. Loop niet zomaar op straat. Ja. Dus dat vond ik heel mooi om te merken. En wat ik daarvoor, voordat ik de mondkapjes had, bij mezelf merkte, ik peuter graag aan mijn handen. En dan gaan automatisch mijn handen ook naar mijn mond. Ja. Dus ik stond laatst bij de kassa en ik had volgens mij net de pincode ingetoetst. En daarna was mijn vinger alweer bij mijn mond. Oh. Dus ik dacht, oh nee. Een van de dingen die je juist niet mag doen op dit moment. Nee, dat wil je niet. En je hebt ook niet altijd dan een handschoen aan of dat je er heel bewust op let. Dus op deze manier kun je dat voorkomen. Ja. Als je nou zelf zo'n mondkapje maakt, hè? Ja. Waar moet je eigenlijk op letten? Want kun je gewoon van alles wat je in huis uit een mondkapje maken? Ik kan me ook voorstellen dat het nog ergens aan moet voldoen. Het is natuurlijk wel, dat was ook wel de vraag. En ik zag dat heel veel mensen daar ook wel mee bezig waren en ook wel een beetje kritiek op hadden van, is dit nu veilig of is het schijnveiligheid? Het zijn natuurlijk ook geen verzorgingsmondkapjes. Je moet dit niet opdoen als je zieken wil verzorgen. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar deze zijn gemaakt van katoen. En sommige, want we hebben een paar versies. Sommige kun je ook nog met een opening, daar kun je dan nog een keukendoekje of zo in doen. Of wat je wil, waardoor het nog weer extra bescherming kan geven. Wat kleingeld voor een supermarkt. Oh nee, dat mag niet meer. Nee. Of omdat je dat fijn vindt om mee te nemen. Of andere dingen. In plaats van de mannentas is dat misschien nog een optie. Ja. Ja. Wat ik me wel afvraag, hè, want je hebt zo'n mooi doekje gemaakt. Die ook gewoon daadwerkelijk, het ziet er leuk uit, Niels. Je hebt er nog steeds op, even tussendoor. Kunnen wij dit ook bijvoorbeeld thuis zelf maken als we een naaimachine hebben? Ja, er zijn echt al superveel mensen in Nederland, ik denk ook in andere landen, actief. De afgelopen dagen is er heel veel gebeurd. Je kunt, als je op mondkapjes googelt, kom je echt van alles tegen. Op Facebook zijn er zelfs groepen waar je ook gratis mondkapjes kunt bestellen. Okay. Zij proberen het met name volgens mij voor de zorg te maken. Maar ik weet niet, het is misschien nog de vraag in hoeverre kan het voldoen. Volgens mij is er nu ook mondkapjes.nl. Nou ja, beter iets dan niets, denk ik. Want we hadden net Andrew, de huisarts van het crisisteam, aan de telefoon. En die zegt ook van, als je iets hebt, dan breng het maar gewoon. Ja, dat is hartstikke goed om te horen. En ik denk ook wel, er zijn heel veel mensen ook zoekende, wat kunnen we doen als we in huis zitten? Dus ik denk dat je op deze manier misschien toch nog iets kunt doen. En dan kun je toch wat bijdragen. En in je familie denk ik ook uitdelen. Hoeveel heb je er gemaakt? Mijn lieve moeder heeft dus vooral heel veel werk verzet. En zij had er vanmiddag 30 gebracht. Okay. Alleen die had ze dus heel mooi met koordjes gemaakt. Zodat het in de wasmachine heet gewassen kan worden. Want met elastiek schijnt dat weer niet te kunnen. Dus mocht je het thuis zelf willen maken, bij deze de tip alvast. Hele goede tip, ja. Alleen die had ik in de wasmachine gedaan. En al die koordjes zijn helemaal weer... Dus nou ja, we zijn goed aan het proberen. Hoe lang duurt het om één mondkapje te maken dan bijvoorbeeld? Nou ja, dat ligt eraan hoe goed je bent met een naaimachine. Zij kan dat in 10 minuten, kwartiertje. Ik denk, als ik het zou proberen, dan ben ik een uur bezig met één mondkapje. En ik ongeveer een halve dag, denk ik. Ja, nou, dan is het minimaal. Minimaal. Maar ja, goed, hè, we horen net van Andrew dat die mondkapjes zoals warme broodjes kunnen gaan. Dus je kunt er nog wat aan verdienen. In deze tijd wordt dat altijd een beetje... Dan denken mensen, moet dat nou? Moet je dat nou niet gewoon voor een ander doen? Wat doe jij er eigenlijk mee met je mondkapjes? Ja, wij hebben bedacht dat we er wel geld voor willen vragen. De mondkapjes kosten €4 per stuk. Ja, dat mag. En ik wil dan juist ook... Mijn moeder helpt dan mee, maar mijn moeder zit in een uitkeringssituatie. En zij heeft het altijd al wat moeilijk gehad. Ik heb nu ook minder werk. Ik ben zelfstandig ondernemer, sociaal ondernemer. Ja. Ik zou haar graag ondersteunen. Dus op deze manier is het eigenlijk in het klein een soort van win-win situatie geworden. En mocht het nou nog meer gaan lopen, dan zouden misschien nog meer mensen vanuit huis... Ja. Of vrijwillig, of omdat ze het ook krap bij kas zitten, kunnen helpen. En op deze manier toch nog dingen kunnen doen. Misschien ook wel de kleine sociale ondernemers. Ja, maar jij zei het zeggen, je bent zelf ook ZZP'er. Ja. Dan is dit wel een bijzondere tijd. Lijkt mij voor jou. Ja, super lastig. Ik ben natuurlijk ook raadslid. Daar heb ik een soort van basisinkomen, als ik het zo mag noemen. Dus dat geeft mij wel een beetje ruimte. En er is wel een regeling voor ZZP'ers dat je natuurlijk landelijk geld kunt gaan aanvragen. Maar goed, wanneer dat allemaal in gang is natuurlijk ook nog de vraag. Ik kan het gelukkig met wat minder doen. Dus dat is wel fijn. Ja. Wat doet een raadslid eigenlijk in deze tijd? Vooral nu voor mij is het ruimte geven aan het college om dingen te kunnen doen. Dus dat het bestuur gewoon heel goed alles kan uitvoeren. Dat je dus niet nu te veel vragen wil gaan stellen, want dan moeten ze daar ook weer druk mee zijn in plaats van met de crisisdingen. We zijn natuurlijk als raadslid, als raad, allemaal goed aan het meekijken, aan het meedenken. En ik denk dat je vooral heel erg bezig wil zijn met de goede boodschap verspreiden. Ja. Dus ik vond in dat licht het bewustwordingsstuk wel heel mooi passen. En ook wel een goede taak om op te pakken. Ja, zeker. Nog één keer, als we die mondkapjes van jou bijvoorbeeld willen hebben, waar kunnen we dan terecht? Ja, straks over een paar uur kun je terecht op localpeopleclub.com. En daar staat dan meer informatie op. Op Facebook is dat al een beetje te vinden. En anders zou je natuurlijk mijn naam kunnen vinden. Ja, localpeopleclub.com. Ja. Overdag, als je vanavond even kijkt, dan zou het wel online staan, lijkt mij. Ja, zeker. Nou, duidelijk. Marianne Schouten. Als ik nog één ding mag, een appel mag doen op iedereen die dit gehoord heeft. Probeer het vooral zelf, want het is niet super moeilijk. Of je hebt dan een hele avond een leuke bezigheidstherapie. Maar zorg ervoor dat je gewoon wel goed beschermd op pad gaat als je naar buiten moet. Ja, laten we nog even een aantal zien voor de camera als je wil. Dan kunnen we even kijken waar je het dan bijvoorbeeld over hebt. Maar je hebt een heel aantal meegenomen. Nog meer? Ja, precies. In allerlei soorten en maten. Nog één met auto's, dat kan ook. Ja, leuk. Zo'n kindermodel die ik... wil je deze terug hebben van mij trouwens? Dan kan je misschien nog een keer in de was. Ik weet niet of is dat nu gevaarlijk? Ja, ik moet hem eigenlijk wel heel voorzichtig aannemen nu. Ja, Ik kan hem ook even wassen en dan kan ik hem op een ander moment weer aan je teruggeven. Ja, gooi hem in de tas en dan is dat hygiënisch. Dan gaan ze allemaal wassen. Ik geef hem aan mijn neefje. Marianne Schouten, ze maakt dus mondkapjes en tevens ook raadslid. Dankjewel bij ons, dat je bij ons in de studio wilde komen. En heel veel succes en sterkte deze tijd. Dankjewel. Ja, Niels. Ja, we gaan verder. En ik ga even het mondkapje afdoen. Anders krijgen we een heel gek item met onze volgende gast.